Welkom bij de eerste aflevering van de Lief en Leed Show. Is het vanzelfsprekend om lief te zijn voor je buren? Ja hoor, zeggen sommige mensen. Even de vissen eten geven, tijdens de vakantie of de gordijnen dicht doen. Maar als je buurvrouw of je buurman nou heel erg ziek is, ga je dan met een aantal buren een clubje vormen om diegene te verzorgen? Nou, daar zijn toch professionals voor, zeggen sommigen. Nee hoor, zeggen anderen. Dat doen wij, want we zijn buren door dik en dun. Aanpakken die hap. Daar gaat het in de Lief en Leed Show over. Het delen van het o zo belangrijke lief en leed. En in deze eerste aflevering ontvang ik Wil van Vught en haar jongens uit het Rottenkwartier. Ze delen daar in grote saamhorigheid lief en leed. Ze maken een camping van het binnenterrein of een waterfestival. Ze bieden elkaar steun en hulp van jong tot oud. Grote betrokkenheid zonder bemoeizucht. En niet voor niets werd het Rottenkwartier uitgeroepen tot zomerkanje 2014. Welkom bij de eerste aflevering van de Lief en Leed Show. Wil van Vught. Ga lekker zitten. Zo zeg hé. Wil je witte wijn of rode wijn? Doe maar witte. Ja, alsjeblieft. Wil, jij hebt een soort evenementenbureau bijna, hè? Want jij organiseert ontzettend veel bij jullie op het binnenterrein. Ja. Nou ja, waterfeesten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hadden zwembaden gehuurd. Eigenlijk verleden jaar is dat voor het eerst gebeurd, omdat ze kamperen hadden en dat was eigenlijk een beetje mislukt. En toen heb ik met een buurman samen, de buurman had het eigenlijk bedacht, voor een zwembad voor de jongeren. Daar heeft de brandweer meegeholpen om het te vullen. En ja, dat heeft tot 11 uur 's avonds geduurd. En dat was zo'n succes, tot we het eigenlijk nu afgelopen jaar weer gedaan hebben. Het Pinksterfeest noemen wij dat. En er komen er ontzettend veel mensen op af. En dan hebben we ons ook vroeger onze jongeren van de buurt, die gaat daar dan zingen. We hebben barbecue. Ja, de twee grote zwembaden. En die waren weer gevuld eigenlijk door de Roadtrip. Behalve die leuke dingen, ja. Heb je ook ogen voor mensen hun persoonlijke behoeften? Ik hoorde dat je ook iemand hebt verhuisd. Helpen haar verhuizen. Dat gaat wel heel ver, hè? Met de hele buurt. Ja. Ja. Vertel. Ja, dat was een buurman van ons, Piet. En die was 79. En deze man, die heeft kanker. En we moesten de zorgkliniek in. En we hebben eigenlijk iedereen zo'n beetje gemobiliseerd. En er moest binnen 3 dagen verhuisd worden. En ik heb eigenlijk gewoon aangebeld. En we hadden 21 mensen. En die hebben Piet verhuisd. 21 mensen? 21 mensen in totaal. En nou, dat is weer fijn met Marokkaanse gezinnen. Die hebben allemaal grote auto's, grote bussen. Grote gezinnen. Grote gezinnen. Dus dan de van Khadija Abu is dan ons buurmeisje. En die hebben ook zo'n hele grote bus. En ja, heel de familie kwam ook. En de jongens en ouderen. En die hebben echt allemaal mee verhuisd. Ben je net lekker aan het voetballen met je maten? Heb je tante Wil weer? Kom je verhuizen? Nee, dat sowieso niet. We hadden zelf het initiatief genomen om mee te helpen. Ja. Ze vroegen het wel, maar wij zeiden natuurlijk ja, we doen het wel. En met hoeveel jongens was het? We waren met 10 jongeren en de rest waren ouders. Te gek. Ja, vele handen maken licht werk, zeggen ze. Te gek, man. En, oh, sorry, Shaflik. Hoe vond jij dat? Is verhuizen je hobby? Verhuizen is niet mijn hobby, maar wat wel mijn hobby zou kunnen zijn, is mensen helpen, want dat doe ik wel graag. Mooi. En Wil is eigenlijk de speel in het netwerk, in het web. Ja, precies. Wil heeft ons eigenlijk gewoon kort en krachtig. Heeft ons het voorbeeld laten zien hoe iets moet. En wij zagen daar eigenlijk het nut van in. En je eigen bijdrage leveren, dat is iets wat wij graag doen in de wijk. Wil heeft jullie ook geholpen met huiswerk, hè? Ja, klopt. Wij hebben veel jongeren, voornamelijk tussen leeftijd 10 tot 14 jaar, die nogal hulp nodig hebben met huiswerk en dergelijke. Dus hebben samen met Wil en nog wat andere mensen hebben we 2 tot 4 uur in de week hebben we georganiseerd om huiswerkbegeleiding te geven. Te gek. Ik denk als Wil nou ooit naar een seniorenflat gaat, dat we met z'n allen Wil gaan helpen verhuizen. Gaan we zeker te doen. Er is een wooncomplex begrensd door Noordplein, Hofdijk, Vriendenlaan en Rechter Rottekade. En in het midden de Rottestraat. Eigenlijk zou je het Vriendenkwartier kunnen noemen. Ja, in feite wel. Vriendenlaan. Ja. Het complex bestaat uit 400 woningen en 2 binnenterreinen. Ja. Kijk, dat noemen ze ook wel, hoe heet het ook weer? Troffenheden. Kabouterbord, toch? Oh nee, dat is het helipoort. Oh, sorry. Nou, dit zijn die kamperen. Die beroemde kampeeractiviteiten. Ja, ja.
Nou, dit is echt een succes. Ja. Dat vinden ze echt te gek. Dan gaan ze speurtochten doen, de tentjes opzetten. Ja, dus dat geloof jij zelf. Ja, je gaat natuurlijk meteen naar de meiden, toch? Nou, die zie je wel sprinten in de nacht, ja. Van de ene tent naar de andere. Hè, knullen? Hé, jongens, kijk eens. Verhuizen. Ja, dat is Piet. En dat is een paar van de jongens. En Piet had ontzettend veel spullen. Ja. Dus we zijn er 2 dagen mee bezig geweest, ja. In de Lieve Leed Show hebben we Rotterdamse gasten en ook Rotterdamse muzikanten. En naast me zit Brian van Putten. Brian, de meeste artiesten, dan moet je altijd vragen, hoe is het met je nieuwe cd? Maar jij maakt geen cd's, hè? Nee, ik doe singles. Singles? Bestaan die nog? Ja, digitaal wel zeker. Dus ik breng elke om de 2 maanden zeg maar, een nieuwe single uit op iTunes, Spotify, YouTube. En ja, dat doe ik eigenlijk. That's the way it goes. Dat is een moderne manier, vind ik. Je gaat een eigen nummer spelen. Ja. Welk nummer ga je spelen? Rest Your Heart. Rest Your Heart. Brian van Putten. Rest your heart in my hands. Safe and sound with me. Cast away the sunset, sunshine. Pass it on to me. So far away, there's a place where I've been to, where I've seen sights that I've dreamed of, and you were there to help write the story that I now sing. I'm gonna lay my head down, girl, just rest your heart in my hands, safe and sound with me. Cast away the sunset, sunshine, pass it on, hold me, don't let me wake, cause I can't face to go where I came from. Just ask me if it's you that I want, girl, and I will say stay here and lay, oh, just rest your heart in my hands, safe and sound with me. Cast away the sunset, sunshine, pass it on to me, pass it on to me. Sit on to me. Heerlijk. Brian, bedankt. Ja, zoals in een goed programma tegenwoordig betaamt, hebben we ook tweets. Zwembad op je binnenterrein. Tweet Vlindertje 77. Hoe cool is dat? // warme dagen. Lekker zwemmen. Nou. Leuk. En Stoere Bink Rotterdam, die ken je wel natuurlijk. Wat een gezellig buurtje daar in Noord. Kan ik daar niet komen wonen dan? Daantje de Naantje. En wat vindt de politiek van deze op zomerkanje? Nou, dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar onze volgende gasten. Een 24/7 politiek tijger. Ze raast door Rotterdam met een ongekende passie. En ja, ze heeft geen hobby's. Dus ja, ze is een zorgenkindje. Esther van der Stelt. Ja, dat zorgenkindje, dat was natuurlijk een grapje omdat jij zorg doet, hè? Ja, dat klopt. Ik werk in de zorg. Als iemand die zo met zorg bezig is, moet dit jou wel goed doen? Ja, dit doet me heel erg deugd. Het is heel hard nodig dat we elkaar helpen. En ik vind het zo mooi om te zien dat die jongeren er ook zo bij betrokken zijn. Ik vind het echt fantastisch. Ik zou het graag zien als een olievlek die zich over Rotterdam uitspreidt. Het is echt fantastisch. Weer een shirtje? Ja, lekker. Weet je wat het grappig is? Ik denk dat heel veel jongeren het eigenlijk heel erg fijn vinden en heel normaal om dat te doen. Maar misschien ligt het vaak aan het contact van ouderen met jongeren. Ga ik even vragen aan een jongere. Hier zit namelijk een jongere naast me. Wat denken jullie? Het is toch eigenlijk heel normaal? Ja, tuurlijk. Ja. Het is vanzelfsprekend dat je buren,
helpt met zulke dingen. Maar misschien denken volwassenen wel eens dat het heel moeilijk is om jongeren te vragen. Heb je dat ook wel eens, dat gevoel? Ja, dan zie ik wel dat ze hulp nodig hebben, maar dat ze niet durven te vragen. Bij ons gebeurt het niet vaak, maar het komt wel voor. Ja. Dan, ik bied het ook vaak aan, van heeft u hulp nodig? En vaak hoor je wel ja, en dan help ik ze gewoon. En er verschijnt een hele grote glimlach. Ja, ja, mooi is dat, hè? Vroeger had je dat natuurlijk vanzelfsprekender, een pannetje soep, elkaar helpen. Toen was het niet zo bijzonder en nu wel. Hoe komt dat? Een verandering in de maatschappij. Ik denk dat de welvaart ook die negatieve kant heb gehad. Meer tweeverdieners, minder thuis, meer op zichzelf. Meer materialistisch en minder samenhang. Dat is eigenlijk interessant wat je zegt. Meer welvaart, minder samenhang. Ja, ja, dat is misschien de keerzijde van de welvaart. Meer spullen, minder lullen eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk zonde. Oh, ja. Fantastisch. Ja, dat is eigenlijk zonde. Oké, zullen we daarmee afsluiten? Ik kan er nog uren met jullie door willen praten. Maar we zitten aan de tijd. En volgende week is er weer eentje. Wisten jullie dat? Dit is aflevering nummer 2. En dan ga ik naar Vreewijk toe. Want daar gebeurt ook een hele hoop. Tot volgende week bij de Lieve Leed Show. Bedankt allemaal.